Welkom bij Voor de Ommekeer, gesprekken over een wereld in verandering. En vandaag is bij mij te gast Meindert Venema, emeritus hoogleraar politieke theorie te Amsterdam. Welkom Meindert, heel leuk om met jou over even naar aanleiding van dit interessante boek met elkaar in gesprek te gaan. Dorpspolitiek, dat je geschreven hebt met Martijn Bolkestein. Eigenlijk de vraag naar het lokale gezag en wat daarmee aan de hand is. Naast het feit dat jij politieke theorie hebt gedaan, beroepshalve, heb ik ook in dit boek kunnen lezen dat je ook actief in de Bloemendaalse politiek bent geweest. Nog steeds tot op de dag van vandaag? Nee, niet meer. Maar dat is ook mooi om van binnenuit het verhaal te krijgen. Ik heb ook, moet ik zeggen, ook veel geleerd uit het boek. Je weet wel wat van de lokale politiek. Nou, maar misschien de eerste vraag. Wat bracht jou om ertoe om zo'n boek te schrijven samen met Martijn Bolkestein? Even voorafgaand aan wat bracht mij daartoe. Ik werd eigenlijk in de lokale politiek geduwd door mijn vrouw. Ja. Omdat we gingen wonen in haar ouderlijk huis in Aerdenhout. En daar was ze aarzelend over. En toen zei ze, nou ja, ik wil het wel doen, maar dan moeten we iets voor de gemeenschap doen. Ik zei, dan moeten we een burenborrel houden. Nee, er moest iets meer gebeuren. Iets fundamentelers. Ja, we moesten iets doen voor GroenLinks. Dan waren wij wij hadden elkaar in de partij ontmoet. Dus daar zat ook iets romantisch in natuurlijk. En zo ben ik eigenlijk in die politiek gerold. Ik zat steeds, zaten we om en om in de commissie grondgebied. Mm. En daar heb ik mij verbaasd over wat er allemaal gebeurde. Op een gegeven moment kreeg GroenLinks in plaats van 1-3 zetels. En toen kwamen we in het gemeentebestuur. En daar was allemaal nog niks aan de hand geweest. Als niet men onze wethouder had laten vallen op heel onaangename wijze. En toen was er een opvolgster. Maar die zei, ja, ik heb nog helemaal geen ervaring. Wil jij het niet even een tijdje doen? Dus toen ben ik ook nog een tijdje fractievoorzitter geweest. En ik had meegeholpen om die coalitie tot stand te brengen. Mm-hmm. En daar zat in die coalitiebespreking zat ook Martijn Bolkestein. Die was net terug uit Dubai. En die was jong en rechts, maar ook groen. En toen bleek het eigenlijk heel makkelijk om een coalitie te formeren, omdat wij van GroenLinks waren en hij van GroenRechts. En omdat er weinig klassentegenstellingen waren, zal ik maar zeggen. Ja. Er zijn geen arme mensen in Bloemendaal. Speelt die links-rechtsverhouding niet een dominante rol. Dus dat ging eigenlijk heel goed. Alleen toen en dat was al eerder zo natuurlijk. En over welke periode hebben we het dan? 4 jaar geleden. Okay. Maar toen was ik alleen betrokken eigenlijk bij de coalitie. Dus dat zijn recente ervaringen? Ja, dat zijn recente ervaringen. Ja. Maar ik had al een jaar of 10 daarvoor wel in die commissie grondgebied gezeten. Dus ik had enige ervaring met hoe dat in zo'n gemeente gaat. En ik moet zeggen dat ik daar aanvankelijk niet vrolijk van werd. En de reden om het boek te schrijven, dacht ik, ja, het lijkt nou wel of het allemaal over Bloemendaal gaat. Maar dat is helemaal niet zo. Dat zegt iedereen wel. Maar wat wij hier meemaken, dat maken we eigenlijk overal mee. Alleen Bloemendaal in extreme vorm, omdat het zo welvarend is. Ja, ja. Dus. Hey, ik zal eerlijk zijn, ik heb het boek met veel interesse gelezen. Ik vond het ook smakelijk verteld op allerlei plaatsen. Het heeft me ook zeker de nodige inzichten verschaft. Tegelijkertijd maakte ik me ook een beetje zorgen. Ja. Er wordt wel gesproken over een tijd van glocalisering, waarbij we in reactie op de glocalisering eigenlijk de terugkeer naar het lokale zien. Terwijl als ik nou jullie boek lees, dan is het met de politiek rond dat lokale nou niet eenduidig goed gesteld.
Daar zitten de nodige structurele problemen. Ja. Daar kunnen we het ook over hebben. Ja. En wat mij ook iets wat verbaasde, gezien jouw politieke achtergrond, zeker in je jonge jaren, is dat je zo begint met een bijna welwillende blik naar het verleden, waarin je de aristocratische rol van de burgemeester beschrijft. Ja. Dat wordt ook eigenlijk een belangrijke... bijna eikpunt in jullie analyse van wat daar mis is met in die lokale verhoudingen en die rol van die burgemeester. Misschien goed om dat toch eens, ook nog eens hier even kernachtig neer te zetten. Wat is er nou eigenlijk in de 20e eeuw gebeurd met dit lokale gezag? En dan met name, zoals jullie dat dan ook aan het begin van het boek eigenlijk ontvouwen, die verandering die zich met name dan de 20e eeuw zich heeft voorgedaan. Een van de dingen die mij... Eigenlijk heeft mij zelf verbaasd toen ik aan dat boek begon en iets meer ging zoeken naar de naoorlogse politiek, is dat die aristocratie nog zo lang dat burgemeestersambt heeft genomen. Ja, dat verbaasde mij ook. Ja, moet ik eerlijk bekennen. Ja, want iedereen denkt altijd, nou ja, die aristocratie die was eigenlijk door die oorlog wel weg. Behalve in het corps diplomatiek. Dat is eigenlijk de algemene idee. Ja. Daar zaten Van Haarsholt en zo, die zaten dan nog als ambassadeur in Spanje. En daar merkte verder niemand van. Ja, dat was eigenlijk de chasse gardée van die aristocratie. Maar als je nu gaat kijken naar die gemeentepolitiek, dan blijkt dat helemaal niet zo te zijn. De aristocratie is op gemeentelijk niveau nog gewoon dominant tot in de jaren 70. Ja. Jij niet, maar ik wel, de studentenbeweging en de jaren 60, die hebben eigenlijk die aristocratie vernietigd. Ja. Dus die, ik citeer ook Harry Mulisch daarin natuurlijk. Ja. Het hoogtepunt van die strijd is Amsterdam. Dan wordt Van Hal weggejaagd. Dat was een aristocraat en een oud bankier. Die had het verzet gefinancierd, zal ik maar zeggen. En die wordt gewoon als een hond weggejaagd door Harry Mulisch en zeg je daarmee ook een beetje het mes in je eigen vlees? Ja, zeker, zeker. Dat, Jij was van CPN's snit, toch? In die periode. Ik weet niet of je mijn vorige boek gelezen hebt. Ja, Goed fout. Ja. En daar zeg ik eigenlijk in, om het heel kort samen te vatten, als je de CPN vergelijkt met het Utrecht Studentenkoor, dan is er veel gelijkenis. Ja. Met die verstande dat bij het koor het conformisme uiterlijk was. Ja. En bij de CPN het conformisme innerlijk. En als ik dan moet kiezen, heb ik liever dat iedereen gewoon hetzelfde pak draagt en verder mag zeggen wat hij wil. Zit je nog in de goede lijn? Ik zit... Ik vind het... Die vraag moest ik je stellen van Gabriel van der Brink, trouwens. Die ook niet om. Nee, maar mag ik je een anekdote op dit punt vertellen? Tuurlijk. Ik was bij de begrafenis van Marijke Halbersma via die Beckman. Ja. Daar was de top van de Partij van de Arbeid. Mm-hmm. En Aidenhout, want ze was een buurvrouw. En toen werd ik voorgesteld door een vriend aan een van zijn Leidse studievriendjes. En hij zei ter introductie van mij, dit is mijn verder, maar hij heeft een biografie geschreven van Wilders. En terwijl hij dat zei, dacht hij, oh, misschien is het een goede introductie. Dus toen haast hij zich te zeggen, hij is niet van die stroming, hij is van GroenLinks. En toen zei zijn oude huisgenoot, oh, Wilders. Oh, daar heb ik op gestemd. Ik dacht, laat dit maar eens proberen. Begrijp je? Dus die... Er was helemaal geen schaamte. Het was vrij openlijk. Ja. En dat heb ik in die kring altijd wel heel prettig gevonden. Dat ze niet erg vonden als je voor Wilders was, maar ook niet erg vonden als je voor GroenLinks was. Of erger. Ja, maar goed, jullie hebben, schets je zo mooi en het komt ook in het boek naar voren. Jullie hebben natuurlijk die aristocratische bestuursstructuur de nek omgedraaid in de jaren 60. Ja, en daardoor verdween het natuurlijke gezag, zou je kunnen zeggen. Ja. De burgemeester had tot aan 1970, had de burgemeester natuurlijk gezag, wat
eigenlijk niet eens aan de politiek ontleend was, maar aan zijn familie, aan het feit dat hij door de koningin benoemd was, dat hij verder geen belangen had. Ja, hij boven de partijen stond dus ook. Hij verdiende geen bal. Van Rappert die vertelt dat bij zijn eerste post als burgemeester dat hij minder verdiende dan zijn vader hem als toelage gaf toen hij nog in Utrecht rechten studeerde. Ja. Nou ja, dus je deed dat gewoon uit een soort maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef. En, ja, dus dat zat zelfs eigenlijk in die, wat wij dan noemen, de regententijd. Ja. Dus dat eigenlijk heel wat van die regenten toch van adellijke huizen waren. Ja. Op patriciërs, maar in ieder geval mensen die hadden allemaal wat bestuurlijke ervaring en ze hielden de zaak bij elkaar. Ja, maar dat vond ik zelf ook heel mooi, hoe je schetst eigenlijk dat ook zeker zijn studentenkoor voor een deel ook, je zou kunnen zeggen, de school was. Hè? Ja. Bijna de proeftuin waarin je leerde met verschillen om te gaan, bestuurlijke ervaring opdeed. En van daaruit uiteindelijk dan ook een maatschappelijke rol ging vervullen. Ja. Zo schets je dat op een... En de meeste van die mensen waren niet bang. Ja, dat was het eerste wat je leerde in het koor, niet bang zijn. Ja. Dat was het ergste wat je kon overkomen is dat de mensen dachten dat je bang was. Dus dat was... Ja, dus ook je moest vrijmoedig durven te spreken. Ja. Ja, je kan er van alles van zeggen. Dat staat niet in mijn boek. Maar toen ik ging studeren, toen werd ik lid van het Utrecht Studentenkoor. En toen was er aan het eind van de groentijd, was de Senaatsnacht. Dat waren honorair senatoren, kwamen dan naar de kroeg. Ja. En de feuten, die zaten opgesloten in de toneelkamer. En die werden dan naar beneden geroepen door bevriende honorair senatoren, of een vader, of een oom, of een broer. Maar ik was natuurlijk een van de laatste, omdat ik helemaal geen contact had in dat koor. En toen werd ik naar beneden geroepen door de burgemeester van Zeist, waar ik vandaan woon, kort als Altus. En die had zo'n briefje voor zich, had hij door de secretaresse uit de bevolkingsregister laten halen, van alle feuten die uit Zeist kwamen. En die... Hij vond het zijn taak als burgemeester om die welkom te heten in het koor. Ja, ja. En te zeggen dat het een goede keuze was. En ik zou er helemaal geen spijt van krijgen. Leuk dat ik dat gedaan had. Weet je wel zo? Ja. Dus die man werkte eigenlijk dag en nacht. Want het was inmiddels 1:00 s'nachts. Ja, hij was daar nog steeds burgemeester van. Hij zegt, ik ken je vader ook goed. Pastoraal eigenlijk. Ja, hij kende mijn vader goed. Later vertelde mijn vader dat hij ooit... Mijn vader was nogal links. En die zat in het georganiseerd overleg van de gemeente. Dus een soort medezeggensapparaat. Ja. En diezelfde burgemeester had ooit tegen de directeur van het slachthuis, waar mijn vader werkte, gezegd: je moet tegen die Venema zeggen dat hij eruit gaat, want die kan ik nooit ergens van overtuigen. Het was mijn vader eruit gegaan. Want hij zei, ja, zo ging dat. Hé, maar dus even terug. Dus die 60's, ik vond het ook mooi in jouw boek ook. Gezien jouw achtergrond had ik dat niet op die manier verwacht. Dus ik vond het een mooie beschrijving. En je ziet iets van een politieke cultuur, een politiek landschap en wat het belang daarvan is. Hè? Hoe je dat van generatie op generatie doorgeeft. Nou, je schetst dan ook natuurlijk de grote omslag. De opkomst van D66. Natuurlijk toch ook het besef van die oude structuur, die kunnen we niet handhaven. Ja. Hè? We zien natuurlijk hoe de zuilen aan het verschrompelen zijn. Ja. En eigenlijk toch het levende besef bij D66... er moet een andere vorm van politieke representatie komen dan die traditionele. Ja. Hè? Dat is vervolgens schets jij eigenlijk, of Jolien moet ik zeggen, hoe dat toch de zaak in ongereden brengt, wat misschien als een bevrijding wordt gezien, nu eigenlijk ook aan de basis ligt van toch de redelijke politieke problematiek rond het lokale gezag. En misschien kun je een aantal van die lijnen eens schetsen. Wat jullie nou waarnemen, misgaat. Structureel gezien gaat het meteen al mis. Omdat namelijk die patricische... die aristocratische recrutering, die wordt vervangen door een recrutering vanuit de zuilen. Ja. Dat gaat nog enige tijd goed. Dus sterk partijpolitiek gedreven, zou je zeggen. En dan zie je ook dat die burgemeesters
ouder worden als ze beginnen. Ze krijgen dat burgemeesterschap niet ja, als dank voor bewezen diensten aan de partij. Want jij haalt er wel D66 bij. Maar D66 doet die oproep wel om dat systeem te vernietigen. Maar dat loopt dood. Niet. Nou, ze worden gewoon ingepakt door Den Uyl. Ja. D66 gaat meedoen in de regering Den Uyl. En levert eigenlijk al in 73 alle kroonjuwelen in. Ja. En wat we nu meemaken met het afschaffen van het referendum. Ja, dat is natuurlijk ironie dat is, ten top. Dat is natuurlijk het einde van iets wat al in 73 begon. Ja. Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat erom dat die recrutering van de burgemeester door de minister van Binnenlandse Zaken proportioneel uit die zuilen. Dat eigenlijk begint op het moment dat die verzuiling afkalft. Ja, dus precies. Dat heeft nooit echt. Het heeft wel een paar decennia gefunctioneerd, maar eigenlijk al bergafwaarts. Dus die kritiek op het partijkartel, die wordt eerst door D66 geformuleerd op landelijk niveau, maar die begint eigenlijk al veel eerder, want de lokale partijen beginnen natuurlijk in Hilversum en Utrecht met Nagel en met Westbroek. Leefbaar. Oh, je bedoelt nu partijkartel van Thierry Baudet, bedoel je? Die kritiek van Thierry Baudet is natuurlijk al een veel oudere. Ja. Leiphard zegt dat eigenlijk al. Die zegt van op het moment dat de maatschappelijke verdeling in protestant, katholiek, seculier aan de basis eigenlijk niet meer bestaat of niet meer in die mate bestaat, dan is de elite wordt dan een kartel. In plaats van een groep mensen die probeert om de vechtende partijen toch bij elkaar te houden. Ja. Want die partijen vechten niet meer. Nee, maar dat is natuurlijk wel inderdaad een interessant fenomeen. Je zou kunnen zeggen, als je kijkt naar de zuilen zoals die in de loop van de tweede helft 19e eeuw ontstaan en naar de 20e eeuw. Daar is de politieke representatie was daar eigenlijk. Als ik denk aan mijn eigen opa en oma. Ja, wat stemden die nou eigenlijk? Zelfs mijn vader en moeder. Dat was een soort volkstelling. Dat was gewoon volkstelling. AR, dus dat liep door, toch? Nou, dat was CHU hoor. Oh, CHU? Dat was CHU. Maar dat had inderdaad alles te maken precies met wat je zegt. Dus de ware notabelen was voor een deel Patricius. En dat ging eigenlijk dus op een bepaalde manier vanzelf, die representatie. Ja, wanneer je het hebt over de jaren 70, 80, 70 polarisering natuurlijk ook. Ja. Dan begint eigenlijk die beweging te komen. En dat bedoelde ik met D66. Dan is die representatie, en want dat is natuurlijk wel wat D66 natuurlijk gelijk in had, die wordt natuurlijk ook steeds lastiger op die traditionele manier. Dus dat is. Maar goed, dan komen we dus in een situatie waarin dat partijkartel, zoals jij het dan ook schetst, in toenemende mate zijn stempel gaat drukken op ook die burgemeesters benoemen. Nou, niet alleen zijn stempel drukken, maar de mensen gaan dat ervaren als een kartel. Ja, ja. Op het moment dat men dat als niet meer legitiem beschouwt, wordt het een kartel. Ja, want het is geen zuil meer eigenlijk. Nee. Dat nog wel in de zuilen het systeem zit. Dus je gaat het zien als een groep mensen daar. Ja, dus Leiphard heeft ooit gezegd van dat oude verzuilde systeem van united we fall, divided we stand. Dus op het moment dat er geen verdeling meer is aan de basis, dan wordt die elite functieloos. Ja. Want die heeft niks meer te doen, want de mensen hebben helemaal geen hekel meer aan de katholieken. Nee. Dus waar gaat het allemaal over? Dus die democratisering ook en secularisering, die maakt dat die verzuilde. Die verzuiling niet meer functioneert. Alleen nog als producent van politieke elite. Ja. Die steeds minder natuurlijk gezag heeft. Ja, daar komt het eigenlijk op. En die burgemeester kan ook niet meer die traditionele rol vervullen. Nou, wij wijzen eigenlijk ook nog een paar andere ontwikkelingen.
Die ik heel interessant vond in dit verband. Misschien kun je ze zo eens eventjes toelichten ook. En dat we het daar nog wat over hebben. Dus je hebt het over de gemeentelijke herindeling bijvoorbeeld. Ja. De vormen van centralisering. Ja. En een soort kloof die gaat ontstaan tussen ambtenarij aan de ene kant en het bestuur. Ja. Ja, maar laat ik dit nog even afmaken. Ja, nee, prima. Doordat die burgemeester eigenlijk aan gezag verliest, verliest daarmee ook het ambtenarenapparaat aan gezag. En dus om nog even aan mijn vader terug te gaan. Mijn vader die moest de orde handhaven op een slachthuis. Dat was niet eenvoudig, want dat waren rouwdouwers. Ja, en dat ging helemaal prima. Ging prima. Zolang hij afgedekt werd door een veearts die directeur was van dat slachthuis en die gewoon een deftige man was, die mijn vader rugdekking gaf. Maar op een gegeven moment kwam er iemand die wou bemiddelen, dus dan zei mijn vader, nou, we moeten dat zo en zo doen. En dan kwamen de grossiers en die wouden dat het anders moest. En dan zei de directeur, nou, dan moesten ze maar een beetje in het midden gaan zitten. En daardoor verloor mijn vader zijn gezag. Ja. Terwijl hij namens de overheid moest zorgen dat het slachthuis schoon bleef. Ja, daar hadden die grossiers geen belang bij direct. Ja. Begrijp je? Dus op het moment dat de top aan gezag verliest, wat natuurlijk een onderdeel is van de democratisering, dan verliest ook de ambtenarij aan het afgeleide gezag. Nou, dat wordt het apparaat. Ja, dat wordt het apparaat. En nu, bijvoorbeeld in Bloemendaal noemt dan een raadslid die zelf fiscaal jurist is, maar niet praktiserend, die noemt dan de juristen van de gemeente het lakmeisje, omdat die dus de namen weg moet lakken als raadsleden geheime stukken inzien. En dan denk ik van, ja, maar is er dan geen burgemeester meer die dan tegen zo'n raadslid zegt, mevrouw, zo duiden wij onze ambtenaren niet aan, dat lakmeisje. Dat doet niemand meer. Dus de ambtenaar voelt zich vogelvrij. Althans, dat dreigt. Ja. Dat is niet altijd het geval. Ik bedoel, ik schets nu wel een heel negatief beeld. Maar het is een beetje de trend. Maar goed, dus nog even een stap verder. Ja. Dus dit gaat ook over mores. Ja. Ja, dus dat eigenlijk dus in die verhoudingen de mores zo veranderen dat daarmee ook voor het publiek eigenlijk de positie van de burgervader, hè, maar ook dus van het ambtenarenapparaat eigenlijk wordt uitgehold. En dat gebeurt onder andere ook door binnen de raadsleden, door de raadsleden zelf. Ja. Nu dat andere thema. Dus er gebeurt ondertussen ook iets met door die gemeentelijke die gemeentelijke fusies. Ja. Nou ja, dat is het tweede thema. De overheid die denkt eigenlijk alleen in termen van efficiëntie. Efficiency. Dat is het efficiency denken. En omdat je aankondigt dat het over identiteit zou gaan, ook dit programma. Mensen die denken natuurlijk in termen van dorpen. Ja. Je woont in een dorp, niet in een gemeente. Nee. En vroeger zat dat dicht bij elkaar, die gemeente en dat dorp. Maar die gemeenten zijn steeds meer opgeschaald, terwijl de mensen nog steeds in een dorp wonen. En dat is eigenlijk die fysieke leefwereld, die blijft nog steeds identiteitsbepalend. Ja, en daarbij komt dat dat die efficiëntieslag die vanuit de overheid wordt opgelegd of gestimuleerd of beide, die laat zich moeilijk rijmen met de behoefte aan identiteit en aandacht van de burger. Dus er stond een mooi stuk in de NRC van Tom-Jan Meeuws over Woerden. Mensen wonen in Woerden en dan gaat eerst het ziekenhuis weg en daarna ook de huisartsen. Want je kan het allemaal veel sneller en beter in Utrecht doen. En mensen willen dat niet. Men heeft in al die tijd, de afgelopen 30 jaar zeg maar, nooit erbij stilgestaan dat een democratie wat anders is dan een autofabriek. Ja.
Ja, jij schetst op een gegeven moment, en dat vond ik ook heel treffend, dat eigenlijk bestuurskundigen met een soort bedrijfskundige blik de bestuurstructuur zijn gaan veranderen. Terwijl niet begrijpen dat bestuur iets anders is. En dat komt weer omdat BMW's betaald. Zij worden door de overheid betaald, niet door de raadsleden. Dus die bestuur... Ik had me nooit bezig gehouden met die politicologen. Nee, maar ik zeg al dat. En ik zit dat te lezen. Ja. Ik denk maar... Fuck, dacht ik. Het is allemaal heel grondig, niks mis mee. Maar het is allemaal vanuit het perspectief van BMW. Ja, en wat bedoel je dan? Vanuit het perspectief van BMW. Van BMW. Van hoe zorg je ervoor dat de raad doet wat je wil? Mm-hmm. hoe maak je het apparaat efficiënter? Hoe organiseer je de laag gemeente, provincie, al dat soort dingen. Maar dat is natuurlijk ook wel de grote verandering in de jaren 90. Dat natuurlijk men ook binnen het politiek en ambtenapparaat ook steeds meer bedrijfsmatig is gaan werken. En dus dat zelfs politiek iets is wat je gaat managen dan. Ja, dus, ik had het nog even met Martijn over, omdat we allebei hebben heel veel van geleerd. Maar Martijn zegt... Goed, die is ook VVD'er. Het bedrijfsleven is veel verder dan de overheid. Het bedrijfsleven weet al lang dat mensen behoefte hebben aan identiteit. Mm. En die passen hun producten daarop aan. Er is een soort overheidsblik op wat een bedrijf is, wat totaal niet correspondeert met wat een bedrijf is. Dat zie je op de universiteit ook. En men doet alsof men een bedrijf is, terwijl het niets met een bedrijf te maken heeft. In ieder geval, men voelt niet aan dat die studenten... zich niet als koekjes willen laten behandelen. Ja. En dat zag ik al op de universiteit. Ik zie dat hier ook in versterkte mate. En daar is heel weinig tegen te doen. Behalve dan dat je ziet dat die lokale partijen steeds... Ja, maar waardoor ik dus het boek Onrust verontrustend vond... is dat je voor een deel ook ziet... Ja, maar het lijkt in bepaald opzicht... een onoplosbaar probleem. Want wanneer we het hebben over bijvoorbeeld de vuilophaaldienst... wanneer we het hebben over een deel van de zorg... Dan lijkt het wel alsof... of openbaar vervoer... Dat je genoodzaakt bent om op gemeentelijk niveau... eigenlijk samen te gaan werken met andere gemeentes... Ja. Dan komen de ambtenaren bij elkaar. Hè? Die zeggen, dat moeten we gewoon bedrijfsmatig aanpassen. Dus efficiëntie gaan we aanbesteden. In plaats van dat we daar zelf de verantwoordelijkheid over hebben, kopen we het in. Hè? Dat is, en vervolgens worden ze door de burger erop op afgerekend. Want die zegt, hallo, de bus komt hier nog maar eens in zoveel keer. En dus die burger wordt boos, die gaat lokaal stemmen. Maar de hele structuur is er een waarbij de politiek zegt... ja, maar ja, goed, dat hebben we nu inmiddels zo. Maar kom je uit dit web? Nou, dat weet ik niet. Van verstrekkingen. Het is zo dat je dus... Het harmoniseren van bestuur is eigenlijk ook het harmoniseren van mensen. Mm-hmm. Dus voor de overheid is het beste als iedereen hetzelfde is. Ja. Want dan is bij die koekjes ook zo. Ja. En dan passen ze het best in de doos. Ja, en laat dat nou net even een beetje lastig zijn. En dat willen die mensen niet. Ja. Dus daar maar ze hebben ook hele lokale belangen. Ze hebben om een ziekenhuis is weg. Lokale belang dreigt weg te zakken. Daar verzetten de mensen zich tegen. Daar komen lokale partijen, massaal. Ja. En de dominante partijen hebben dat lange tijd genegeerd. Want die dachten, die luisteren aan toch geen deuk in een pakje boter. Ja. Maar als er op een gegeven moment... daarom zijn we ook naar Froome gegaan in Engeland. Ja. Waar een lokale partij in 2011 voor het eerst meedeed. En 10 van de 17 zetels kreeg. En iets deed wat geen enkele partij in Nederland durft voor te stellen. Namelijk de onroerend goedbelasting met 25% te verhogen. Ja. En 4 jaar later krijgen ze 17 van de 17 zetels. Ja, maar ik vond het zelf ook toch... Ik vond het een heel mooi voorbeeld hoe je dat beschrijft. Maar tegelijkertijd wederom verontrustend. Dat je ziet dat de traditionele politiek zijn leden verliest, massaal. Ja, ja, ja. En dat er vervolgens of protestpartijen dan wel lokale partijen eigenlijk floreren. Maar daarvan zeg je ook weer... Ja, maar er zit eigenlijk onvoldoende politieke scholing om in landelijke netwerken te opereren. Zodat je dus je zit in een soort catch-22. Ja, in ieder geval in een soort overgangstijd. Want het zou best kunnen zijn dat
nieuwe mogelijkheden ontstaan die nog helemaal niet geëxploreerd zijn. Maar dat is interessant. Je geeft ook een aantal suggesties aan het eind van het boek. We hebben nu de lokale verkiezingen voor de deur staan. Ja. Hoe zou je volgens jou eigenlijk die lokale politiek, of misschien wel dus eigenlijk ook de wetgeving, moeten worden aangepast om deze problematiek het hoofd te bieden? Nee, ja, ik denk dat je er niet omheen komt door de burgemeester te laten kiezen. Toch? Dus je gaat naar de kroonjuweel van D66. Ja, want de burgemeester die heeft nu geen gezag meer. Natuurlijk zijn er nog wel burgemeesters die het zo goed doen dat ze al werken de weg gezag opbouwen. Maar er is niet een institutionele basis. Moet je die burgemeester laten kiezen. En ook, dan moet je dat dualisme echt doorzetten. Dat is één. Het tweede is natuurlijk dat als... Ja, dualisme dus, waarvan je nu ook zegt, dat is ook weer een gevaar. Het is een gevaar, maar nu heb je de worst misschien even boven, dus wat verstaan we daaronder? Dualisme is dat dus... Vroeger was het zo dat het hoogste orgaan was de gemeenteraad en BMW was het dagelijks bestuur van de gemeenteraad, ja, met een benoemde burgemeester aan het hoofd. En wethouders konden ook in de raad zitten. Die zaten in de raad per definitie. Ja. En nu mogen ze niet meer in de raad zitten. Terwijl de burgemeester, die is toch wel voorzitter van de raad. Dus je krijgt eigenlijk die spanning tussen gemeenteraad en enerzijds en BMW anderzijds. Dus dan krijgt de gemeenteraad een veel controlerender. En dat zien we natuurlijk ook. Hè? Dus de burgemeesters die worden afgezet, wethouders die worden afgezet. Dat dualisme leidt tot ook eigenlijk een soort instabiliteit. En een bepaalde manier ook een verlies in ieder geval aan traditioneel gezag van die... Ja, en dat die instabiliteit wordt meestal opgelost door depolitisering. Ja. Of om door de zaak, dus het is eigenlijk hetzelfde, naar een hoger niveau te tillen. Weet je wel, dan is het daar maar weg en dan wordt het op de provincie. Maar dat lost het probleem. Ja, of we gaan het outsourcen. Ja, dat is een groot probleem. Maar tegelijkertijd... Want als jouw voorstel, dus gekozen burgemeester, krijg je dat duale stelsel. Ja. Dat is maatregelen. Maar daar moet bij natuurlijk dat de gemeenteraad veel meer professioneel... Hoe doen we dat? Hoe doen we dat? Nou ja, dat je een ambtenarenapparaat hebt wat in tweeën gedeeld is. Namelijk het ene deel van de ambtenaren werkt voor BMW en de andere deel werkt voor de gemeenteraad. Die gemeenteraad wordt dus meer op de hoogte gehouden. Die kan dingen laten doen. Die kan dingen laten uitzoeken. Of door een advocaat of door een ingenieur. Die wordt geactiveerd eigenlijk. Die zou veel meer zeggenschap moeten krijgen op basis van professionele aanbevelingen waar zij zelfstandig over gaan. Ja, want interessant is dat voorbeeld dat je aanhaalt van Froome in Engeland. Ja. Dat daar dus kennelijk wel een grote belangstelling is ook om gemeentelijk actief te zijn. Ja. En dus ik heb al gedacht, wie wil er nou in die gemeenteraad? Hè? Dus, misschien komt dat een beetje door mijn beperkte blik. Hè? Want je zou zeggen, het is eigenlijk heel belangrijk, want het is je eigen leefwereld. Ja, het is je eigen leefwereld. Dus op het moment dat je denkt van, ja, ik heb er ook enige greep op en we doen dat met z'n allen. Er zijn natuurlijk altijd tegenstellingen en je hebt altijd ruzie heb je overal. Ja. Als je het gevoel hebt dat het niet alleen maar ruzie is, dan zijn er genoeg mensen bereid om dat te doen. Maar je ziet dus dat steeds minder mensen bereid zijn. Ja, dat precies. Dat vind ik een groot probleem. En dat zou je op kunnen lossen door die gemeenteraad een veel zelfstandiger positie te geven. En anderzijds... Als je het al helemaal op kan lossen, zou dit een ingrediënt kunnen zijn. Je kan het niet helemaal oplossen. Ja. En een andere suggestie die wij doen is dat je zegt van, nou, als maar de helft van de mensen gaat stemmen, dan zou je dus de helft van de zetels leeg moeten laten. Ja, je had een soort David... Half David... hoe heet die? Van Rijbroek. Juist. Light had je. Hè? Dus de zetels die leeg blijven, laat je invullen door het lot. Ja, nou... En dan heb je dus twee soorten raadsleden. Ja. En dat lijkt mij interessant, omdat... Ik vond dat een spannende gedachte ook. Iemand zei het tegen mij, Jort zei, dus je wil dan gewoon de bakker op de hoek in de raad hebben. Ik zeg, ja, dat is het idee van democratie. Dat gebeurt bij lokale partijen ook regelmatig, hoor. Ja. Dus wat dat betreft. Ja. Dus dat is een andere mogelijkheid.
Maar de kern van de zaak is natuurlijk dat je de lokale gemeenschap in ere herstelt en je realiseert dat dat geld kost. En dat valt mij zo op. Ik heb bijvoorbeeld in de casus Bloemendaal de discussie over een nieuw gemeentehuis gevolgd. Mm-hmm. En wat je dan tot mijn verbijstering zag, dat die burgers die zich dan verenigen tegen een nieuw gemeentehuis, die zeggen, ja, we hebben helemaal geen gemeenschap, schijt ik op. Ik hoef alleen maar snel een paspoort te hebben en een rijbewijs. En verder interesseert het me allemaal niet. En degenen die dat leiden, zijn van de Partij van de Arbeid. Snap je? Dus, dus alles, niets is wat het lijkt. En, en degene die dat voorstelde, toen ging ik naar hem toe, die man woont in Aerdenhout, in een heel mooi huis. Ik zeg, nou ja, ik dat idee, waarom schaffen we gewoon helemaal het gemeentehuis niet af? Dan zei hij, hoezo? Nou, ik zeg, dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Als we nou iedereen vragen die met z'n tweeën in een huis woont van meer dan 1 miljoen... om 4 ambtenaren ingekwartierd te krijgen, dan hebben we alles opgelost. Dan ben jij van je eenzaamheid af. En er is veel meer contact tussen burgers en ambtenaren. De man keek me in volkomen paniek aan. En met internet kunnen we toch iedereen verbinden. Ja, precies. Ja. Nee, maar dat soort ideeën niet bestaan, of nog veel te weinig bestaan, dat is zorgelijk. Maar je ziet tegelijkertijd ook wel initiatieven ontstaan op lokaal niveau waar men zelf dingen gaat doen en dan het gemeentebestuur er eigenlijk bij betrekt. Ja, maar je spreekt er nu analytisch over. Ja. Het gaat je duidelijk wel aan het hart. Dat gaat mij enorm aan. Ja, dat is helder. Dat is, ik zei, het boek verontrust mij. Ja. En ook wat je over die Engelse situatie zegt. Omdat ik denk, nou ja, inderdaad, die hoogopgeleiden die zich in zo'n dorp zelf organiseren, dat zie ik allemaal wel gebeuren. Ja. Ja. Hè, maar hoe gaat dat in de wijken, in de grote steden? Hoe gaat dat in dorpen waar niet zo'n publiek zit? Kortom, als je dit nu eens, wat zich hier voltrekt, dus eigenlijk die neergang van die aristocratie, die vroeger eigenlijk, je zou kunnen zeggen, bijna het geraamte vormen van dat lokale bestuur, en tot op zekere hoogte, misschien ook met de betere boeren, gewoon vanuit families, gewoon een beetje de boel bestierde. Het publiek dat voor een deel toch als een paternalisme heeft ervaren, wat ook niet meer van deze tijd is, wat het ook was. Ja. En wat het ook was. Vervolgens zien we nu de schaduwzijde daarvan, van de professionalisering van het bestuur. Eigenlijk mensen die, dat schets je ook bij die wethouders, soms te weinig affiniteit en binding met de lokale problematiek. Daardoor ook, die zijn ook geprofessionaliseerd, misschien ook onvermijdelijk, maar toch. En tegelijkertijd voortdurend een verzet tegen die structuur. Ja. Het lijkt alsof het verzet wat we dus bij de lokale politiek zien, maar ook op landelijk niveau, iets te maken heeft. Alsof de jas niet meer past. Alsof, alsof de hele politieke structuur niet meer beantwoordt aan wat er nu nodig is. Ik tegelijkertijd ook niet zie hoe je nou uit deze impasse raakt direct. Hè? Dus je doet een voorstel, maar heb je ook niet dat gevoel van, we zien overal ter wereld op dit moment hoe autoritair gezag opkomt. Hè? Dus of het nou Rusland, China, Turkije is, of zelfs Polen. Nou, maar ho, we gaan niet te ver, hè? Want in China is er natuurlijk nooit een democratisch gezag geweest. Nee, dat is waar. Dat is waar. Daar heb je helemaal gelijk in, maar tegelijkertijd, ik kun je wel zeggen, de idee van vrijheid die we daar wellicht hadden. Ik kan wel zeggen, na de jaren 80 is die al de grond in geboord. Dus toen met de studentenrevolte. Maar toch, we zien hoe ook binnen China op dit moment niet de touwtjes worden losgemaakt, maar worden aangetrokken. Met autoritair leiderschap. Dat zien we ook in Rusland gebeuren. En in de Verenigde Staten gebeuren. Gaat nou nooit door jouw hoofd, als je die chaos, of die wirwar, laat ik het dan iets neutraler uitdrukken, maar die wirwar en die inefficiëntie, als je die ziet, dat die verleiding ook toch op Europese bodem wel groter begint te worden. Maar ja, dat zie je natuurlijk, maar tegelijkertijd is het niet ondenkbaar, hoop ik, zonder hoop geen leven, nee, dat
dat mensen toch dat idee van gemeenschap weer omarmen. Ja. Dat als we op zoek gaan naar dat. Maar we hebben een hele tijd gehad van individualisme. Ja. En de gemeenschap dat werd geassocieerd met of aristocratie of die verzuilde repressie. In de, spruitjes. Groepsdruk. Ja, ja. En het zou zomaar kunnen zijn dat er weer nieuwe vormen van gemeenschapszin ontstaan die zich dan op lokaal niveau vormgeven. Ja. En daar hoop ik op. Daar zet jij je kaart op. Dat is dat Vroom voorbeeld ook. Ja, dat Vroom voorbeeld. Nou kan ik me dat in Bloemendaal ook wat makkelijker voorstellen op een bepaalde manier. Ja, maar dat gaat in Bloemendaal, dat denk je. Maar toen wij daar op de Vondelaan mee begonnen met dat wieden, dat is dat voorbeeld van de schoffeldag. Ja. Toen zei ook iedereen, oh dat gaat je niet lukken. Spruitjeslucht. Men zei van, je begint enthousiast met de helft van de mensen van de straat. Maar na 3 jaar doen er nog maar een derde mee. En na 5 jaar is het doodgebloed. Nou het omgekeerde gebeurt. En ik heb een kleine enquête gehouden. En mensen zeggen, het is leuk. Ons leven aan de Vondelaan is leuker geworden sinds wij zelf het groen onderhouden. Maar je moet het dus vormgeven. Je moet samen wat doen. Je moet samen wat doen. Dat is het. En nog één ding, dat zal je deur doen. Maar een van de dingen die je in Vroom ziet en wat ik wat meer had moeten benadrukken is dat gemeenschapsdenken in Vroom dat heel sterk teruggaat op het conservatieve gedachtegoed, hè? Want het lijkt wel allemaal GroenLinks, maar het is allemaal de. Het is de meent, het is de common. Het is allemaal conservative. Ja. Want ik heb 50 jaar geleden was ik tuinman in Stroud. En daar was het eigenlijk net zo. Je had een gemeenschap en iedereen deed wat. En niemand werd buitengesloten en iedereen kende zijn plaats. Dat is niet meer zo natuurlijk. Ja. En ik denk dat het voor het scenario voor de platteland dat nog een stuk denkbaarder is. Ik denk dat het de grote stad, maar misschien heeft Nederland ook daar ook wel eigenlijk nog wel relatief goede condities, hè? In dat opzicht. Met onze geschiedenis ergens van lokaal. Bovendien, je moet je wel realiseren dat ons platteland. Ten eerste, hebben we geen platteland. Er is helemaal geen platteland. Ja. Ten tweede is dat het platteland extreem hoog opgeleid is. Ja. Een van de redenen waarom wij het zo goed doen, zijn dat alle onze intellectuelen, dat zijn boerenkinderen, waarschijnlijk jij ook wel of niet? Ja, in ieder geval uit de provincie. Je bent wel goed getroffen. Ja. Dus dat maakt ons heel sterk. En het idee dat men op het platteland niet hoog opgeleid is, dat is een misverstand. Ik wou het hier belaten. Ik dank je enorm voor dit mooie gesprek. En ik kan iedereen die in de lokale politiek geïnteresseerd is, dit boek van harte aanbevelen. Nou, dank je wel. Leuk.